Dit verhaal gaat min of meer over de oorlog. Nieuwe, ja. Toen de oorlog begon, was ik ruim 3 jaar. Dus ik wist er toen nog niet zoveel van, maar het is wel zo. Ik voelde wel dat er later wat spanning in huis was en dat je dit niet mocht en dat niet mocht. En later, toen ik dan 6 jaar was, toen moest ik naar de school uiteraard, want de school ging gewoon deur. En toen ben ik naar de openbare school C aan het kanalen gegaan. Ik ging weer lopen, hè. Op die school heb ik toen een goed jaar gezeten en toen waren die scholen vorderd. En voor mijn gevoel was dat wat ik onthouden heb, eerst door de Duitsers. Maar latere jaren is er wat anders in gekomen. Maar wij kregen wel scholen, maar wij moesten met z'n allen naar de Union. Want de mensen bij de Union konden niet werken vanwege dat er geen materiaal was. En daarom was die hele haldoorboom was vrij. En daar waren schoolbankjes neergezet. En daar zaten we met alle klassen in 1 lokaal. En daar kregen we dan les. Maar aan het einde van de oorlog ben we toch nog weer teruggegaan naar de scholen. Met een stapel boeken in de hand, die moesten we dan zelf metnemen in scholen. En ik keek natuurlijk alle kanten op, behalve de goede. En ik knal het in een lantaarnpaal aan en daar lagen al mijn boeken over de grond. Nou ja, dat was helemaal opontold, maar we kwamen wel weer bij de school aan. En die scholen, nou ja, die heb ik gevolgd totdat ik eraf kon en wat anders ging doen. En thuis in de oorlogsjaren, want toen ik van school kwam was uiteraard de oorlog voorbij gelukkig. Maar in de oorlogsjaren, mijn vader kon ook niet werken, want die was vrachtwagenchauffeur bij Union Bouwmateriaal. Die zat om vrachtwagen van de Union, maar die werd ook in beslag genomen door de Duitsers. Dus die kon niet werken en die was thuis en die zat onder de deuken, want anders moest hij voor de Duitsers werken. Van de tot noemen ze dat toen wat precies in, nou, dat wist ik als kind ook niet. Maar, en dan, als het dan weer rustig was, dan kwam er wel iets weer uit zijn hol. Want ik wist, eerst wisten we als kinderen niet worden zat, maar later wisten we het wel. Maar met de opdracht van mijn moeder vooral niks mogen zeggen. En toen op een avond, het was heel rustig in het dorp, er zijn geen soldaten op de weg. En toen zegt mijn vader, ik wil eens een keer naar de Oosterhuls, naar een boer die je goed kent en waar we al die melk halen. En dan Victorie zijn. En toen mocht ik mij achter op de fietsen. En we zijn te rennen fietsen, was niks, geen onraad aan de weg, niks. Maar toen we terug fietsen, toen ben je ongeveer waar nou de palte weg is. En toen zien we ineens een gigantische soldatenlui allemaal bij de Ommerdieke bruggen staan. En toen zei mijn vrouw, daar moet maar niet langs. En de palde weg was er ook nog niet. En toen even de fiets op een nek nemen. En ik met melkbus in erachteraan. En toen door de weiland, totdat we achter die gemeentewoning kwamen die aan de Bakslaan stond. Ting over Albert Heijn, ongeveer. En dan moest ik naar voren lopen en kijken of er op de Bakslaan ook nog soldaten waren. Nou, er was helemaal niks meer op de Bakslaan. Die wou gauw oversteken en zo wou toch nog veilig thuis komen. En is mijn vader gelijk weer in zijn hollige gekrepen. En, want het was er vlak voor gebeurd. Toen waren er ook heel veel soldaten op Sanspeur. En toen zag ik ineens dat er onze overbuurman tussenleupen met bebloede gezichten. Dat was best griezelig. Dat was Hendrik Jan Bouma en Jan Kadoelen. Want waar nou de zaaier stond toen de twee boerderijen. De ene was van Bouma en de andere was van Kadoelen. Nou, dat is later allemaal overbreuken uiteraard. En waar wij wonen, want dit is mijn ouderlijk huis waar ik woon, daar ben ik geboren ook. En toen wij daar nog woonden, toen was er aan de oostkant, was er Rogge en alles, want dat was van Nijboer die door aan het kanaal woonden. Tot aan waar Oost-Indië woont, want dat huis dat stond er ook al. En dat van Boezekool stond er. En aan de andere kant stond niks, er was weiland.
En dat was, ja, van Dorsten had er altijd koeien. Hè. Dus die koeien die doorlopen, die waren van Dorsten. Maar het land was geloof ik niet van hem. En verder was ons eerste huis waar we tegenkwamen, waar nou Evert en Fanny van den Berg woont. Daar stond ook een klein boerderijje en daar woonde een hoenkamp. En aan de overkant waren die twee boerderijjes en dan had je weer een hele einde niks. En dan had je hoenkamp, dus het was allemaal helemaal niet wat je nou ziet. En nou ja, daar heb ik mijn jeugd doorgebracht, speelruimte genoeg, want op Zaanstel was ook nog Arngs en Heideveldie. En ik had een broer die een goed jaar jongen was. En dan gingen we wel eens oud voor elkaar kring, stiekem mijn deus illusie was. En dan staken we door Bente in de brand. Dat hieten dat gras, dat dreuge gras langs de sloten. En dat noemen we Bente. En toen was ook een keer, toen konden we het niet weer uitkringen en toen bouwen we erop lopen gewoon. Hoe het verder aflopen is, kan ik me niet herinneren, maar het is niet helemaal verbrand, dat weet ik wel. Dus zo braaf waren we toen ook niet. Nou, over de oorlog. Wij hebben de oorlog dan wel meegemaakt, maar eigenlijk hadden we het gewoon niet slecht. Alleen ik herinner me nog heel goed dat het brood helemaal niks smeert. Dat vond ik verschrikkelijk. Maar verder hadden wij alles wel te eten, want mijn vader was altijd nog wel een adresje om aan een halve koe te komen. En daar werd dan een wekt. Tegenwoordig doe je het in de diepvries, maar toen werd het allemaal een wekt. Want zelfs hier in het museum stiet nog gewekt vlees. En dat was ook prima te eten natuurlijk. En ik had ook nog een oldere broer, die was 12 jaar ouder. En die was toen de oorlog uitbrak, was die 15 jaar. En toen wilden ze ook al die jonge jongens oproepen. En die heeft toen onder de deuken gezeten in Mastenbroek. En die is later ook nog naar Indië gegaan, maar dat was gewoon voor zijn nummer toen. In het laatste oorlogsjaar, ik denk dat de Duitsers het toen een beetje benauwd kregen. En dat ze dachten, we moeten nog wat zien dat die Canadezen die al van richting Balkbrug kwamen, dat die nog tegen konden. En toen hadden ze bij ons achter thuis, als we de achterdeuren uitkwamen, dan lopen we zo, ja ik noem het altijd een bunker, maar het was geen bunker van beton. Hoe ze het voor elkaar kregen, dan weet ik niet. Maar er zat een van draad of zo een geraamte in, heel groot. En dan werden de zand op gestort. En dan hadden ze twee schietgaten erin naar het oosten. Want ze wisten dat het spul vandaan moest komen. Maar er is niks gebeurd, want ze bent er zelfs niet in zijn west. Je hebt ding klaargemaakt en ze bent er zelfs niet in zijn west. Dus er is verder niks meer gebeurd. Aan het einde van de oorlog, toen kwam er een Duitse soldaat bij ons thuis. En die had zich al overgegeven, want dan dreugen ze een witte band over de mouwen. En die kwam nog vragen bij Mimou eier. En Mimou kon heel goed Duits, want die is in Duitsland geboren. Die heeft voor de eerste 23 jaar in Duitsland gewoond, in de buurt van Heidelberg. En dat gezin, het was een Hollands gezin, is later, na de oorlog, ben ze teruggegaan naar Nederland weer. Maar Mimou had even op de Duitse scholen zitten en ja, die kon goed Duits. En die kon wel praten met die lui. Dus. Want er is ook nog gebeurd dat Miva en ik was niet thuis. En toen kwam er een hele groep Duitse militairen na. En toen was net het toestel neergestort op aan de Stouwen, dacht ik. En die kwam vrouw voor dat toestel neergestort was. Maar Mimou wist dat wel, maar die dag, die heeft ze naar het Stabbersdebos verwezen. Die zegt, door is het gebeurd, want die wil natuurlijk niet verraden. Maar achteraf zei ze, toen we weer thuis waren, toen zegt ze, het waren toch een beetje die rare Duitsers. Als ik naar de uniform keek en ze preuten ook niet echt goed Duits. Want dat kon zij weten omdat ze het weg kon. Maar toen bleek achteraf dat het verzetstrijders of Engelsen waren die verkleed waren als Duitsers.
En die wilden weten waar de vliegtuig neergestort was. Toen zegt mijn moeder achteraf, en ook dat weten, heb ik er ook nog spiet van dat ze de verkeerde kant op gestuurd hebben. Ik zei, ja moeder, dat kon je niet weten. Ik zei, je ging dus goed vertrouwen, dat je dacht van die jongens die me door niet in. Nou, en toen de oorlog afgelopen was en de Canadezen kwamen, was het natuurlijk een groot feest. En Herman en ik, die wisten waar die militairen lang, en dat was aan de Eemboersweg, waar nou, is dat niet Mol, dat grote transportbedrijf? Ja, die heeft door al die gebouwen staan en dat was toen Weiland. En door aan de Canadezen zich gevestigd met hun tenten en alles. En ja, we mochten er natuurlijk helemaal niet in, maar we gingen wel. Want we kregen lekker witte brood, chocola en allerlei dingen. En we kregen gewoon cadeautjes en kauwgom van die Canadezen. Dus dat was een gigantisch feest voor ons als kinderen natuurlijk. En op Zaanspeer is ook nog een parachute neergekomen naast de kolenboer. Harm Schuurman, de kolenboer, dat was toen nog Weiland, dat is nu ook allemaal bebouwd. Maar daar kwam een parachute neer en daar zat voedsel onderaan. Suiker weet ik nog wel en allerlei houdbare dingen. Nou, en de buurt heeft het natuurlijk allemaal met hem. En mijn moeder heeft ook nog een parachute doek met hem om voor mij een jurk ervan te maken. Want in de oorlog kon je natuurlijk helemaal niks kopen. Mijn vader was zelfs zo handig, die kon voor onszelf slippers maken. Dus, nou, dat was mijn jeugd in de oorlog. En Neluus heeft wel Waddenleden, maar als ik dan denk aan Rotterdam en Den Haag. Want we hadden in de oorlog ook nog een echtpaar uit Den Haag. Die kwam bij ons in huis wonen, omdat het huis gebombardeerd was door. En die bent ook gebleven tot na de oorlog. Zij is hier overleden en hij is later teruggegaan naar Den Haag. En onder wiel kregen we ook trekkers uit het westen die dan eten kwamen halen. En ik weet nog dat er ook sommigen weer bleven slapen. Dus. Nou, dat was mijn jeugd in de oorlog.